Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe Urbex Explorer aflevering. We staan vandaag hier bij een super groot verlaten ziekenhuis. En ik vind die ziekenhuizen altijd zo vet om te doen, die locaties. Vorige keer waren we gepakt in een ziekenhuis waar alles intact was. Ik hoop dat er ook weer zo'n soort locatie is waar alle ziektebedden staan, operatiekamers. En we gaan nu een ingang zoeken. Het meeste is hier wel al dichtgemaakt, maar we gaan voor jullie toch kijken of er een ingang is. Hier mensen, we staan hier nu. We hebben hier net al een ingang gevonden. De rest is hier. Een man houdt de deur open. Dan kun je er mooi onderdoor. Een man zit nog in de auto voor als de beveiliging komt. Want het schijnt dat hier best vaak beveiliging komt. Dus die kan ons dan bellen dat de beveiliging eraan komt. Nou ja. Wat een moment toch? Daar gaan we dan. Ja, mensen, we zijn nu binnen. Het is echt super donker, maar daar brandt nog een lamp. Dus meestal is dat noodverlichting, dus ik hoop deze keer ook. Hangt hier wel al een plaatje dat er camerabewaking is, dus je weet het nooit. Sowieso, gaan zien. Ik hoor. Ja, mensen, het is echt gewoon bizar. Kijk dan, de lift die doet het nog. Dit is echt bizar. What the fuck? Moet je kijken, mensen. De lift die doet het gewoon. Hoe ziek is dat? Zouden wij hem straks nog gaan gebruiken? Dat is echt bizar. Ik denk dat het geen slim idee is. Als we weer vast komen te hangen hier, dan moet je dus de liftserver bellen. Terwijl je hier eigenlijk al niet mag komen. En dat is echt fucked up om dan te doen. Dit is wel echt vet. Allemaal namen van mensen hier. Super vet. Die noodverlichting wel allemaal nog eens. Nou jongens, we liepen hier dus net aan de deur en we hoorden een piepje. Dus we dachten gewoon, fuck, het alarm gaat af. We zijn net binnen, zouden we nou al... Ik weet niet of je hem hoorde, je hoorde hem weer. Maar blijkbaar was gewoon de automatische deur waar de bedden erheen rollen. Hij heeft een systeempje en als hij piept, dan gaat hij dus open. Dus we hadden echt al schrik. Maar even luisteren. Als dit hier afgaat, kunnen ze goed bij die beveiliging een melding krijgen omdat het bewegingssensors zijn. Want wij zijn ook ooit bij de andere ziekenhuis hier geweest waar we net waren. En toen kwam meteen beveiliging en die zei, ja, ze zijn hier al vaak gepakt met de bewegingssensoren hingen. Dus ik hoop niet dat dat hier ook is. Het zijn echt deze dingen. Wat zijn rode lampjes? Nee, groen en groen. Hoe groen en rood? Het zijn echt deze dingen van de deur. Nou oké, fuck it, we gaan gewoon de wanden en we zien wel. Hier is het gewoon keuken. Is dat normaal? Nee, afblijven! Wat is dit hier? Mark, kom eens. Is dit de keuken? Ja. Ruud, pak me toch in. Ja, zo, ik vond dat je dan even hierin. Zo, kijk. Dit is vet hoor. Kijk ook die spullen hier in de keuken. Ik heb er wel met al die kookstijlen staan. Dat is wel lekker. Waterwasmachine. Ja, ik vertel, film maar. Yo mensen, je hebt hier gewoon nog een spoelkeuken staan. De stroom merk ik nog, maar ik ga het niet proberen, zal wel vet zijn. Man. Je duwt dat dus hierin. En langs de hele band wordt het allemaal schoongemaakt. En dan kun je het hier, ja, dan wordt het gedroogd en dan kun je het hier weer eruit pakken. Het is wel ziek dat het er gewoon nog allemaal staat. Dus we gaan nu naar boven. Het is echt wel riskant hier. Ik heb al sowieso, vind het al niet meer de feit om in ziekenhuizen rond te lopen. De vorige keer werden we namelijk opgepakt door de beveiliging. En dat was echt creepy shit. Ik hoor hier steeds piepjes. Ja, ik denk gewoon dat het van de deur is, maar toch hou je in je achterhoofd dat het wel een bewegingsmelder kan zijn. En het zou wel echt fucked up zijn als we hier weer gepakt worden. Oké, okay, we gaan naar de boven. Die moet waarschijnlijk de operatiekamer zijn. Ik weet niet of ze schijnt. Ik weet niet of ze schijnt. Even alles op de mond. Even kijken. Hier ergens operatiekwartier. Rechts. Oh joh, het kap. Wow. Dit is wel echt ziek.
Oh ja, dit is pingballen. Dit is echt vet. We komen dus aan bij een cafetaria. En hier gingen dus alle patiënten of mensen die personeel, die konden hier dus gewoon eten. Ja, zo vet. En heel groot. En hier heb je dus die vitrines waar al dat eten lag wat je hier kon kopen. Wat heb je gevonden? En hier kan los wel iets geoefend, denk ik, zie je? Die kogels. Oh, die. Ja, mensen, we hebben op een bordje gelezen dat hier achter ons de operatiekamer zijn. En ja, als je dan naar zo'n verlaten ziekenhuis gaat, dat is toch wel echt hetgene waar je op, ja, dat je gewoon gefilmd moet hebben. Hey, Rick belt. Yo. Ja, mensen, ik werd net gebeld, zoals ik al zei in het begin van de aflevering. Iemand van ons die houdt hier toezicht en die belde dat er een busje al de hele tijd rond het pand reed. Het was geen politiebusje, het is wel verdacht dat hij rond blijft rijden, maar hij had contact met ons voor als er iets meer gebeurt. Of er iets verdachts gebeurt, maar ja, tot nu toe hoop ik dat we nog veilig zijn, zeg maar. Als je onder narcose bent geweest, dan kom je in zo'n ontwaakkamer. En daar sta ik gewoon nou. Hier heb je allemaal die bedden reizen dan hierheen. Dan kom je langzaam, ja, word je langzaam weer wakker na de operatie, kun je rusten. Ja, het zit hier gewoon allemaal, alles is hier nog behalve de bed, er hangt dan nog een gordijn. Dat is echt super vet hier. Wat is dat? Ik denk een deur van de operatiekamer hier. Het zijn dan van die schuifdeuren, dus we gaan gewoon kijken, kom. Oh shit, we hebben hier iets gevonden. Ja, staat maar iets. Ja, zo. Wow. Zie je? Zuurstof en zo. Als je aan zuurstof moet aanzetten. Kijk dan. Weet je wat het is? Zuurstof, persen, luchtvaart. Hier ging die lamp aan de operatietafel, denk ik. Ja, ik denk het wel, die nou weg is. Ja. Want daar hangt ook zo'n apparaat. Dit is een operatiekamer geweest. Weet ik zeker. Waarschijnlijk wel, ja. Zo'n ziekenhuisvloer, zoals je kan zien. Echt van die soort van rubberen vloeren. En ik zie hier allemaal al super zieke dingen aan. Maar daar hadden we niemand daar al wat apparaten die ook helemaal kunnen maken. Maar ze verdienen eigenlijk geen idee van. Ik vind het echt vet dat we hier binnen zijn gekomen. Kijk al die spullen, dat is toch niet normaal. Ze staan hier dus in de kamer, wat waarschijnlijk de operatiekamer is geweest. Daar staat ik alweer. Chronologie, OK-planner. OK's operatiekamer. En dan heb je hier een handleiding waar ze eerst deden. Je wordt eerst binnengebracht in de zaal, dan krijg je anesthesie. Dat is de narcose, dan brengen ze zeg maar de middelen toe dat je in slaap valt. En dan hier start chirurgie tijd, zie je ook insneden dat je opengesneden wordt. Ja, dat is toch gewoon ziek. Ik sta hier gewoon in de kamer. En gewoon hier. Hier heeft waarschijnlijk een bed opgestaan. Dan kun je dan zo ronddraaien en zo. En dan werd je hier gewoon opengesneden. Fucking ziek als dat ik hier nou gewoon sta, mensen. Mensen, we lopen hier nou door de lange gangen van het ziekenhuis. Het begint al donker te worden. Dus ja, het is wel fucking creepy hier gewoon. En we waren net bij de chirurgische afdeling. We proberen nou het mortuarium te zoeken. Meestal liggen die in de kelder, maar als je hier kan zien, niet alle bordjes hangen er meer met de instructies. Dus ja, het is gewoon een heel zoekwerk. Het is super groot hier en je weet gewoon niet waar het is. Wat? Het is meer in de stad. Dus dan laten we even voor wat het is. We hebben sowieso vette dingen gezien hier binnen. Dus wij gaan nu naar buiten, dan zien we zo meteen buiten weer.
zo was er het einde van deze zieke aflevering van Airbags Explored. Hier achter ons zien het grote ziekenhuis. Het was echt creepy en dat het donker begint te worden. We hadden de hele tijd het gevoel dat er bewaking kon komen. Dus dat is wel echt fucked up. We waren echt verdwaald ook, want elke gang hier lijkt hetzelfde. Maar we waren niet alleen. De mensen waar met me waren staan de linkjes van in de beschrijving hieronder. Doe een duimpje omhoog op deze video en abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer.